Nou, zijn er mensen, en ik begrijp niet hoe het mogelijk dat kan, die zich afvragen of ons misschien opgelegd is om niet over Patricia Pai te praten. Maar nee, dat is toch niet. Toch? Nee, toch? Nee. Nee, maar... Door Patricia Pai vind ik mezelf een ontzettende burgerlijke lul. Ja? Dus het is alleen maar fijn, toch, wat ze voor je gedaan heeft? Kijk, op mijn leeftijd dan moet je 's nachts 4 keer pissen en ik loop 4 keer naar de wc. Heel ouderwets. Ja. Maar vind je ook niet dat die gozer die dit geflikt heeft, dat die een keer in beeld zou moeten komen? Nou nee, maar die gozer man aan de hoogste boom. Kijk, we lachen er allemaal om. En ik was gisteren in Grollo of all places. En ja, daar hebben ze gewoon een dorpscafé, hebben ze het allemaal op het telefoontje staan. Want het is het gesprek van de dag. En natuurlijk ben je nieuwsgierig en wil je dat filmpje even zien. Maar we hebben met ons allen er geen ene reet mee te maken wat Patricia Pai in haar vrije tijd doet. Maar zo'n lul die ze vertrouwde... Ja. En die staat te pissen en meteen dat ding opneemt. Ja, ja, die heeft haar genaaid. En Nee. Dat is een beetje verkeerd woord. Ja, ja. Nee. Dat is maar het was daarna. Ik vind, als er chantage aan ten grondslag ligt, ja, dan vind ik het al crimineel. Want kijk... Ik ken dat mens helemaal niet. Maar die kan de eerstkomende 5 jaar niet meer naar de Albert Heijn. Hè? Nee. Kijk, we hebben er geen reet mee te maken en we kunnen er wel om gniffelen. Maar de kwade genius is natuurlijk die man die dat naar buiten gebracht heeft. En de mensen die dat aan elkaar doorgegeven hebben. En gelukkig kan ik dat niet. Maar ik heb het wel met smaak bekeken. Ja, toch wel. Vind je nou dat je Kramer nog moet gebruiken dit seizoen of zeg je niet meer gebruiken? Gewoon stoppen. Nou ja, misschien heb je hem nog nodig. Kijk, het kan voorkomen dat die spits geblesseerd raakt. En dan heb je die Hans Worst nog nodig ook. Dus je moet hem erbij houden. Hij krijgt een prachtig salaris voor al zijn wanprestaties. Dus ik ben het dan met René eens. Tegen NEC was het heel belangrijk. Ik zou ook geen cooling down willen doen. Want dan ben je back af, dan wil je in dat bad zitten lekker, met z'n allen. Ja. En ander tegen zijn lucht pissen. Nee, maar lekker. Ja, ja, of in zijn mond. Nee. Ja. Zijn de mensen die dat doen dan? Ja. Maar jij weet helemaal niet waar het over gaat, Jan. Jij weet helemaal niet waar het over gaat. Heb jij niet meegekregen? Over Pai, toch? Ja. Hebben ze in België die film van de week zei dat ook, dat ik die klote opmerking van je. Zal hij dat maar eens zien? Weet jij dat wij een tijd gedacht hebben... Ja, die denk dat we achterlijk zijn. Wij hebben een tijd gedacht dat jij het was. Serieus? Maar... Ja, dan moet ze wel een grote mond hebben. Hey, Jan. Heb jij het wel eens meegemaakt? Nee, ik heb dat nooit meegemaakt. Dat de juffrouw aan jou vroeg, Jan, wil je nog even mijn mond volplassen? Nee, ik heb dat nooit meegemaakt. Burgerlijke lul. Maar terug even naar ADO, want de trainer, de nieuwe trainer... Ja, de nieuwe trainer van ADO. Die was... hij dat nog nooit meegemaakt heeft. Ja, dat is ongelooflijk, Jan. Maar dit is de nieuwe trainer. Jij wel. De trainer was in shock. Nou. Jij hebt het wel meegemaakt. Ja. Zeg het eens even. Het schijnt in Iran heel gebruikelijk te zijn. Ja. Maar de trainer van ADO, die was... Ze zeiken, we hebben gewoon de kleur uit zijn haar. Nee, even serieus. Laten we even Alfons Schoenendijk. Alfons Schoenendijk, die was in shock. Nou, luister even naar Alfons, die had dit niet verwacht. Waarom hangt Patricia Pai nou toch eigenlijk? Dat vraag ik me elke keer weer af. Daar snap ik nou niks van. Die zou eigenlijk op het toilet moeten hangen, hè? Ja. Maar het is toch heel gek dat hij ertussen hangt. Die zie je allemaal. Oude Patrice. 1 ding wil ik zeggen over Patrice. Ja? Was een goede zangeres. Echt waar? Was echt een goede zangeres. Ik heb plaatjes thuis liggen. Je bent niet hip. Je bent niet... Ja, maar dat is heel oud werk. Tomatensap. Ze heeft heel lang meegedaan. Maar ze heeft ook bijvoorbeeld de achtergrondvocalen bij hele grote hits gedaan. Okay. Nee, was een goede zangeres met haar zus samen. Ja, de Star Sisters. Nee, dat waren 3 van die zussen in die Amerikaanse... Die ja, dat was ook waar. Nee, ja, maar zij waren ook... Ja, zeker. Maar daarom, is dat niet voor ons om iets te doen? Nou ja, dat hebben wij al lang gedaan. Nederland is helemaal oranje. Ja. Danny Vera die was erbij gisteren. Die heeft meegespeeld met ons in Middelburg. Ja. Uitverkocht huis. Tuurlijk. En de mensen waren... heel teleurgesteld dat Patricia Pai er niet bij was bij ons. Ja. En, maar ze belde me 's middags op, maar Patrice. Ja, ze belde me 's middags op. En ze zei, ja, ik kan absoluut niet zingen. Ik heb zo'n vieze smaak in mijn mond. Nee. Jij kijkt woensdag.
Dus die helemaal, dus die, jij zei woensdag met doordekken. Geen grappen meer over Patricia. Nee, nee. Met doordekken. Nee, in doordekken niet. Nee. Oh, in doordekken niet. Maar je krijgt nu die Peter en de Vries cadeau bij, hè? Bij die Patricia Pai, hè? Ja. Ja, ja. Ja. Er zijn mensen die het heel leuk vinden. Heb ik ja. Er zitten dan weer een paar. Ik dacht even dat het oude mannetje die was met zijn vrouw. Maar nee, onze fanclub is er niet vanavond. Hey, dan even naar morgen toe, hè? Barcelona. Hey, Patricia Pai. Ja, dat hebben we vorige keer zo. Nou, ze houden nu de tanden stijf op elkaar, hè? Ze zijn wel mooi wit, hè? Ja, maar die zijn niet echt, hoor. Nee? Nee, die zijn niet echt. Maar dat komt gewoon? Nee, maar die rookt niet. En die heeft natuurlijk van die kunsttanden in de bek. Ja, meer voor open doel kon ik hem niet geven, dus je gaat er gewoon niet op in. Dan nog even die wedstrijd van Barcelona. Barcelona maar die... jij dacht dat ze wat geel waren. Ja. Nu is het te laat. Nu is het gewoon te laat natuurlijk allemaal. Dit is gewoon heel slecht. Barcelona gaat die weer zo'n stunt doen als... Ja, die jongen luidt ook best leuk. Ja, vind je ze hem leuk? Want ja? Tante Patrice is stout geweest. Ja, het is heel mooi wit. Wilde je nog iets over zeggen over je jasje bij het eerste blok of niet? Want dat staat, wilden mensen nog weten of jij nog iets wilde zeggen. Dat jasje, jongen, dat is... Daar ben je beroemd door geworden. Ja, dat is toch dat je handelsmerk. Dat gelul altijd voor jou met dat klote jasje. Jij met je jasje en Patricia met de plasje. Nee, dat is eigenlijk... Jullie zijn daardoor. Eigenlijk heb je jezelf op de kaart gezet. Ja. Nou zou ik liever in verband gebracht worden met een jasje, hoor. Hij zat er te kijken naar Peter en de Vries. Peter en de Vries. Ja. En die even te... Even wachten. De zitting is geopend. Met zo'n hamertje, ja. Hey, die heeft een record verbeterd, hè? Gisteren een record verbeterd. Oh, ja, die vragen stellen, ja. Ja, hij heeft een vraag gesteld, die duurde 7 minuten 18. Ja. Die duurde wel heel lang, inderdaad. Ja. Die duurde lang. Ja. En hij ging maar door, en hij ging maar door. Ja, goed, man. Ja, aardige gozer. Nee, maar Peter was wel een aardige gozer. Wereldgozer, ja. Tuurlijk. Ja. Niks mis mee. Maar het is een soort vreemd aftreksel, dat programma van dit programma. Maar dat zegt hij zelf ook. Het is de VI op rechtsgebied... Jawel, maar kijk, wij flappen er alles uit. Maar een officier van justitie en een rechter, die gaan niet leuk zitten doen daar. Nee, er zaten een paar mensen in het publiek ook, die vonden het ook niet zo leuk, had ik de indruk. Nee, terwijl die Plasman is natuurlijk best een goede gozer. Ja, als hij op dat hij zich aangemeld heeft toen bij Patricia Pai om ze te verdedigen. Ja. Plasman. Nee, maar dat is wel humor. Dat is wel humor. Hij heeft zichzelf toen aangemeld. Ja. Hij zegt, ik ben de ideale man, ik heet Plasman. Dat is wel goed. Ja. Dat is toch goed? Ja, tuurlijk, man. Ja. Die is al weggenaaid, die Patricia. Nu weer 2 ton door die fiscalist van de sterren, las ik. Fiscalist van de sterren. Ja. Heeft er 2 ton gekost. Het is wel een beetje pijnlijk op die manier allemaal. Maar onze onderbroekenman, dat is toch haar voormalige... Laten we nou snel doorgaan. Die man raakt helemaal in paniek. Nee? Die man raakt nu helemaal in paniek als je hierover begint. Maar was hij niet die man die stond te plassen? Ja. Ja. Als je me niet over bent onder... Door het slurfje van de onderbroek. Ja. Die man waarvan de week zei dat hij nog met Patricia Pai te maken had... die heeft er dus niks mee te maken. Maar dan heb ik dat verkeerd begrepen. Ja, nee, maar die zaak is gerectificeerd. Dus even voor de duidelijkheid... Die man het was wel een hele flinke straal. Nee, maar die man, alles is gerectificeerd en alles is weer rechtgetrokken. Nou ja, oké, dus laat ik het maar zeggen, ik was het. Ja. Nee, maar die mannen die vindt het niet fijn. Peter Plasman. Patricia Pai heeft alles gerectificeerd. Dus...